Hallo allemaal en superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van Dorpsbekend. In deze serie gaan we op bezoek bij kleine dorpjes in Nederland en verkennen we ze. We zijn vandaag in het prachtige Beltschutsloot, een klein dorpje in Overijssel dat bekend staat om zijn gondelvaart en zijn mooie natuur. We gaan een kijkje nemen in het toerisme. Between us just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, 'cause we're falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no. Wat de toeristen in Beltschutsloot veel doen is vooral varen in het water en fietsen langs de smalle wegen. Wat vind je hier van dit dorp? Het is wel een leuk dorp, heel mooi en wel rijker. We zijn heel rijk hier. Ja, het is wel een cool dorp. Oké, en ben jij hier als vakantieganger? Nee. Woon jij hier? Nee. Ben je hier op kamp? Ja. Wat vind je hier leuk om te doen? Nou, kanoën. En lekkere omflikkeren. Dat ja. Oké. Komen jullie hier uit de buurt? Ja, uit Zwolle. Oké. Veel mensen komen hier dus ook naartoe om te kanoën. Maar komen hier eigenlijk ook veel buitenlanders op de camping? Nou, hier staan Duitsers. Ja. De camping op. Ja, het is natuurlijk wel een mooie natuur, dus er komen denk ik ook al veel mensen op af. Maar hier zitten wel veel Duitsers hoor. Maar hier valt wel mee. Maar je hebt natuurlijk wel de hier is Giethoorn en zo, de Japanners en Chinezen en alles die staan. Hè. En die kopen nu ook van alles op. Ja. Dus dat heb je misschien. Hoe zou u Beltschutsloot omschrijven? Klein giethoren. Ja, en ook heel toeristisch zeker. Verhoudingsgewijs met giethoren is het hier veel rustiger, veel vriendelijker, veel meer natuur. Mensen die als hier komen en die ook in giethoren zijn geweest, die zeggen we gaan liever hier naartoe, maar je hebt hier echt natuur, geen gemaakte natuur. En het is geen massatoerisme. Ja. Ik had ook gehoord dat dit best wel unieke natuur is, klopt dat? Dat klopt, ja. Bent u ook vaak hier in de natuur of blijft u liever op de camping? Ik ben wel vaak in de natuur. Het zij met de boot of het zij in de winter rietteelt. Daar doet u ook aan? Daar doen we ook aan, ja. Leuk, leuk. Ga ik naar u. Heeft u veel concurrentie? In het dorp zitten 7 campings, maar concurrentie, ja... Ze zijn allemaal wel een beetje vol, dus we doen het allemaal een beetje met elkaar, ja. Dus er is wel genoeg, er zijn genoeg mensen en klanten om hier alle campings te vullen? Ja, er is genoeg animo ervoor. En wij zijn eigenlijk een van de weinigen die toeristische gedeelte heeft. Dus voor losse plaatsen en alles. En de rest meer vaste staanplaatsen? Ja, meer vaste en
Die hebben geen strandje erbij en die hebben geen speeltuin erbij. Dus dit is wel een van de mooiste campings volgens mij. Ja, ja. Ja, dat is wel logisch natuurlijk. En als je hier voor het eerst voor één dagje komt, wat zou je dan aanbevelen om hier te doen in Belschut? Een kano huren. En hier achter in de natuur gaan. Kijken waar was de reeën lopen, ganzen, eenden, kieviet, waterhoentje. Gewoon echt genieten van de rust en van de natuur. Dus via het water de natuur verkennen. Ja, het water de natuur verkennen, ja. Leuk, leuk. Doet u dat voor één dag is, ja. Doet u dat zelf ook vaak? Ja, regelmatig zit ik in het veld, dus ja, dan geniet je er wel van. Ja. Je bent bevoorrecht dat je hier mag wonen. Ja. Ja. En dat besef je pas als je ergens anders heen gaat, waar het kaal is of waar nou in de stad of zo. Ja, en je komt hier, dan besef je eigenlijk wat voor geluk als je mag hebben dat je hier mag wonen. Ja, hier heb je niet echt de drukte van de stad. Nee, ja. Nee. Als je dat niet gewend bent, dan is het heerlijk. Ja. Zo, Henny de Benny. We zijn weer terug bij Af. Ja, we zijn weer terug. Vandaag ga ik de insecten controleren. En ja, let's start! Nou, we zijn hier vandaag bij de eerste ronde aangekomen. Ook wel de vuurmier, die zitten hier middenin. Zal je even laten zien. Even kijken of ze wakker zijn. Nee, niet eens. Nou ja, de vuurmier staat dus bekend omdat ze in de oren kruipen tijdens het slapen. Ze vreten vaak ook wel oorsmeer. Ze vinden het fijn om tussen deze punkstenen te kruipen. En we zijn vandaag niet thuis, maar we komen hier later nog op terug. We zijn hier bij het volgende onderdeel aangekomen. De dweiloor zit in dit gebied. Voordat je begint, neem even bescherming om je voeten en de handen. Ze hebben ook een goor snotgif. En dat, ja, daar kan je wel ontstekingen van krijgen. Maar ik ben heel goed bekleed, dus we kunnen gaan beginnen. En mijn schoen valt uit. Maar dat zien we zo wel. Dit is trouwens het dweilzoeker. Ja? Je hangt even boven het gras met het dweilzoeker, zoals ik nu doe. Hier even goed inporren. En dan, ja, dan zoekt hij ze vanzelf. Ik ga er zo meteen eentje voor jullie pakken. Dat is gevaarlijk. Je kan ontstekingen krijgen. Maar ik ben bekend hiermee, dus laten we beginnen. Zo. Ik ga er nu één voor jullie pakken. Let goed op, want ze kunnen wel agressief zijn. Ook met dat gif wat ze hebben. Dus als we nu even hier, in dit gebied zitten ze. En ja, ik heb er één. Ja. Oh nee, shit, hij is er vandoor. Ja, sorry jongens, hij is er vandoor. Ik heb dit nog wel. Maar dit is geen dweiloor. Het spijt me, ik heb geen dweiloor kunnen vinden. Laten we doorgaan met het volgende insect. Oh, hallo. Ja, ik ben nu op zoek naar de muskusotter. Ja, ze komen hier veel voor in dit gebied. Ik ben nu even wat voer aan het neerleggen in het water. Maar de muskusotter staan meestal wel bekend om een spitse snuit. Daar woelen ze meestal mee in het gras. En ja, dat is. We zijn hier nu aangekomen bij de Irma-plant. Ja, deze heeft veel Irma's op zich. Dat zijn deze kleine bolletjes, als je het hier zo ziet. Deze zijn heel voedzaam voor de muskusotter. Maar tegelijkertijd ook gevaarlijk, want als ze te veel van nemen, kunnen ze een voetontsteking krijgen aan hun linkerteen. Ik denk dat wij voor nu klaar zijn met deze inspectie in Belschutsloot. We gaan weer naar huis toe. Dit was Henny de Benny.